Dames en heren, welkom vanuit de cultuurtempel Corosia in Almere Haven. En in het gesprek met hebben we vandaag Mirjam Tsukernik. En haar roots liggen in Rusland. Achttien jaar geleden, want zover was het, hè? Ja, woonde bijna 18 jaar. Woonde jij nog in Rusland? Ja, ik kwam in 1990 hier naartoe, in maart, begin maart. Ja. En wat was de aanleiding dat je hier naartoe kwam? Nou, ik was gewoon met vakantie en ik heb mijn huidige man ontmoet in Amsterdam en dan ben ik gebleven. Ja, ja. Insiders melden mij dat jij een fantastische concertpianiste bent. Ja. En dat heb je geleerd van jongere leeftijd. Ja, onder andere in je eigen thuisland Rusland. Het is een hele lange studie geweest. Ja. Maar voor iedereen natuurlijk. Want het is een instrument die je moet echt heel lang studeren. Het is een hele lange opleiding, zeg maar. Wat heb je daarmee gedaan in Rusland? Heb jij voorstellingen gegeven in Rusland? Ik heb concerten gegeven. Ja? Waar ook met de muziekschool, met de leraar van de muziekschool en met nog een paar andere kinderen waren we ook naar andere steden geweest om voor te spelen, zeg maar. Ja. Om concerten te geven. Daarna was ik afgestudeerd op muziekschool. Dat is een 8-jarige opleiding. Dat is, gaat parallel met de gewone middelbare school. Ja, ja. 8 jaar en dan na 8 jaar dan ging ik naar muziekcollege. Het is een opleiding, maar het is wel een beroepsopleiding. Dus op zich, als je 4 jaar die muziekcollege afmaakt, na 4 jaar, dan kun je in principe ging dat spelen gewoon werken. Of je kan doorstuderen op een conservatorium. Dat heb ik ook gedaan. Jij hebt dat gedaan? Ja. Thank you.
was in maart geloof ik. Het was toevallig een hele zonnige dag. Dus het begon Amsterdam goed. Amsterdam vond ik een geweldige stad. Veel mensen op straat en winkeltjes en supermarkten en van alles. Dat was ik helemaal niet gewend. Nee. Hey, hoe zeg je dat als zo'n programma ten einde is? Hoe zeg je dat in het Russisch? Das svidaniya. Nou, oké. Das svidaniya voor dit gesprek. Heel veel goed voor in de toekomst. Spasibo. En ik hoop dat je heel veel mooie muziek kan maken. Het was me een eer je te ontmoeten. Dank je wel. На властво отцовство, дай передышку щедрому, ходи свода дня, кай но дай раскаяние, и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верю в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо. Зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, это я странно самой, пока еще хватает времени огня. Дай же ты всем понемногу, и всем понемногу, и не забудь про меня.